Nou, het is een lange dag geweest en ik heb eigenlijk helemaal geen zin om weer terug naar Eelde te rijden. Dus ik heb er eventjes wat op gevonden. Ja! Zoveel fans heeft Henk Krol nog nooit gehad. Zulke jongen helemaal niet. Ik hoor dat ik niet zwaarder dan 90 kilo mag zijn vandaag. Ja, dat ligt aan mij, omdat ik het wel ben. En samen moeten we het evenwicht een beetje houden, maar dat gaat helemaal lukken. Maar hoe gaat deze dag tot nu toe? Fantastisch. Ja. Wij vinden dat in Den Haag er te weinig rekening gehouden wordt met alles wat buiten de Randstad ligt. Ik woon zelf buiten de Randstad. Dus ik heb gezegd, vind het heel leuk om op een van die laatste dagen alle provincies te bezoeken. Wensen mee te nemen. En kijk eens wat een stapel wensen ik heb. Zo. Dus die gaan mee naar Den Haag toe. En dan gaan we in de nieuwe fractie de komende maanden hard aan werken. De boodschap is gewoon helder. Op geen draagvlak in Drenthe voor windmolens. Zo is dat. En we willen met elkaar inzetten op duurzame energie. Nou, ik weet niet wat de 50PLUS met mij van plan is, maar eerst vroegen ze me of ik niet meer dan 90 kilo was. En daarna zei een 50PLUS'er, ik hoop dat ze genoeg brandstof voor je hebben. Dat hoop ik ook. Ik vind het zo spannend, Henk. Ja, hou me maar vast. Ja. Helemaal goed. Nou, Roos. Ja. Neem plaats. Ja. Zenuwachtig? Heel zenuwachtig. Heel zenuwachtig. Ja, ja, ja. Nou, kijk, dus heb je er mij moeite bij. Ik even volledig opzetten. Hè? Ja hoor, u staat er volledig op. En dan wens ik jou succes. Ja, dank hem. Goed zo. Was hij leuk of niet? Ik wou niet te veel in de koptelefoon roepen, maar ik vond het echt prachtig. Nou, houd dat vast. En wat je ook gaat stemmen, ja. Ga stemmen. Ik ga stemmen, sowieso. Ja. Afgesproken. Ja.